Oh, wat zie ik daar? Dat, volgens mij is het een lingerie setje. Mijn naam is Stephanie Spodder. Ik fotografeer eten. Ik ben foodfotograaf sinds 10 jaar. En vandaag mag ik naar 3 portfolio's kijken. Ik heb hier 3 foto's binnengekregen van Karin. En we gaan eens even kijken naar de eerste foto van haar. Ik zie hier dat ze een hele mooie fotocompositie heeft gemaakt met kruiden en specerijen. Op een nostalgische ondergrond met gave props die ze heeft gebruikt, zoals deze snijplank. De lepeltjes die zijn ook allemaal wat ouder en ik denk ook verzameld bij kringlopen, zoals ik het kan zien. En ze is ook niet te netjes geweest. Dat vind ik heel erg leuk. Zoals hier die lepel met oregano of munt, die heeft ze ook iets gespletcht, denk ik, dat het allemaal omheen is gegaan. Je ziet hier een mooi houten bakje voor de sterrenijs. Dat op het eerste gezicht vind ik het gewoon een toffe foto die ook heel goed te gebruiken is. Tenminste, ik heb vaak opdrachtgevers die wel op zoek zijn naar zo'n soort foto die ze, waarmee ze een aankondiging kunnen doen voor een bepaald gerecht. Wat mij opvalt bij deze foto is dat de snijplank iets schuin ligt en dat vind ik heel erg tof. De lijnen daaronder van de tegels, die lopen ook iets schuin. En als je het... Ik zal het even zo overtrekken, dan kun je zien dat het heel, ja, net iets, een paar millimeter schuin loopt. En dat is wel lekker als die helemaal recht zijn. Dus wat ik zou adviseren, Karin, is om ietsje recht te zetten. Zodat de foto nog lekkerder oogt. En dan oogt het ook extra tof dat die snijplank schuin is. De kleuren vind ik heel erg mooi, dat het een donkere samenstelling is. En de witte lepel, die je hier ziet, die ligt ook aan de lichte kant van de foto. Dus dat het... Ja, dat het op een bepaalde manier loopt het heel mooi over van links naar rechts met de kleuren. Wat me nog opvalt is dat deze lepel tikt net het bakje aan. Dat zou wel lekker zijn als die er iets van af is. Dus dat, misschien lag die er in het echt wel vanaf, maar dat die ook bij de foto van bovenaf, dat er iets ruimte tussen zit, want dat zie je bij de andere lepels wel. En ik vind het ook tof gedaan dat de lepels over elkaar heen liggen. Het creëert een mooi effect. Als je de gulden snede in gedachten houdt, die, ik kan hem zo uit de hand iets moeilijker tekenen, maar ik heb het voor mijn gevoel liggen de lepels op de kruispunten van die snede. Dus dan wordt extra je ogen naartoe getrokken en dat gebeurt bij mij ook. Als we doorgaan naar de tweede foto van Karin, dan zie je een hele andere stijl. Het nostalgische heeft hier plaatsgemaakt voor heel chic en dat vind ik... Vind ik heel erg mooi. Ik zie het woord clean staan, maar het doet me ook denken aan een clean foto. Maar de combinatie met de bloemen, die geeft het wel iets extra's. Je ziet hier bloemen in de voorgrond die mooi scherp zijn. Bloemen in de achtergrond, het is wat onscherper. En dat kleedt het hele plaatje eigenlijk heel mooi aan. En wat ik ook heel tof vind, is de achtergrond. Ik ben heel benieuwd, Karin, hoe je dat hebt gedaan. Want die lijnen eigenlijk... Die gaan ook naar de fles toe, dus dat vind ik wel een heel gaaf effect hebben. Het kan toeval zijn geweest dat het doek zo mooi hing, maar ik vind het heel mooi. En wat natuurlijk ook opvalt is de weerspiegeling hieronder van de fles en het drankje. De ijsblokjes zien er super goed uit. Dat, uit ervaring weet ik dat het een uitdaging kan zijn dat ze mooi wit zijn en nog groot ook blijven. Het drankje heeft extra, oogt extra fris door die ijsblokjes, maar ook door de vijg bovenop. Waar ik nog wel benieuwd naar zou zijn, is hoe de foto zou ogen als die nog van verder afgenomen zou zijn. Dus dat hij hier bovenaan nog meer ruimte is. Zodat je hier zeg maar de horizonlijn op 1/3 zit en dan nog 2/3 erboven. Dat lijkt me ook wel heel gaaf om te zien. Maar ik kan hier weinig opbouwende feedback over geven, want ik vind hem gewoon heel mooi en sprekend. Dus wat mij betreft gaan we door naar de derde foto van Karin. Ik ben benieuwd of dat, welke stijl dat zou zijn, nostalgisch of juist de strakkere stijl. Oké, gaaf. Dit is wel een stijl waar ik ook heel erg van hou. Dus wat nostalgischer. Met alleen maar gebruik van wat oudere materialen. Je ziet hier een niet perfect mesje, die komt niet nieuw uit de winkel, maar bijvoorbeeld bij de kringloop. Je ziet hier een mooie tegelvloer. De stoel is
geeft ook weer extra nuance. En je ziet ook de schaduw op de muur van de stoel. Dat vind ik heel erg tof. En ook die schuine lijnen daarin. De muur zelf, nou, dat is al een backdrop op zich. Ik weet niet of dat echt toevallig in die ruimte was. Of dat, dat het een zelfgemaakte backdrop is. En de bloedsinaasappels, het zijn geen normale sinaasappels, die heeft ze ook heel erg mooi neergelegd. En vooral ook de opengesneden delen, die vallen mooi in het licht. Ik denk dat aan de rechterkant of een lamp of een raam is geweest. En dan liggen die sinaasappels er mooi naartoe gericht. En wat ik ook heel tof vind, ik zie dat de bloedsinaasappels, daar moet ik iets voor inzoomen. Ik zie dat ze met een plantenspray, of in elk geval met water, de sinaasappel zelf nat heeft gemaakt en de schaal ook een beetje. Wat een extra fris effect geeft. En dat is ook iets wat ik zelf wel vaak gebruik. Vooral bij bessen, zoals frambozen, blauwe bessen, aardbeien. Om ze net even onder de kraan te houden. En ook bij groentes is dat heel tof. Dat geeft toch het speciale effect en structuur in de foto. Tof gedaan. De doek vind ik ook erg mooi erbij. Dus dat, als je de doek wegdenkt, wordt het heel wat cleaner. Maar nu, nu krijg je mooi dat, het effect wat je wil bereiken. Ik heb nu 3 foto's gezien van Karin. Eens kijken. Je hebt deze van bovenaf, dus een top-down shot. Met de kruiden en specerijen. Een heel mooi clean shot van voren, front. En dan heb je hier het mooie kijkje in de keuken, wil ik haast zeggen. Dat je een mooie keuken van een omaatje bent binnengestapt die de sinaasappels aan het voorbereiden is. Dus 3 hele verschillende foto's. Dat is wel herkenbaar eigenlijk ook voor mijn eigen werk. Want de ene keer wordt het ook gevraagd van de opdrachtgever om een nostalgische stijl neer te zetten. Ik ben heel erg benieuwd, Karin, waar je eigen smaak, waar je voorkeur naartoe gaat om te maken. Wat vind je het leukst om te maken? Ik kan eigenlijk alleen maar positieve dingen zeggen. Dat is mooi werk. Ik heb foto's binnengekregen van Christina Baskevich, als ik het goed uitspreek. En we gaan beginnen met de eerste foto. Ik zie hier de naam van de foto staat bierbonbon. Dat had ik niet geweten als de naam er niet bij stond. Tof. Ik zie hier een close-up van een bonbon. Met in de achtergrond, ik denk dat dit een spiegel is. Ik zal eens even kijken. En in de achtergrond zie ik hier nog meer bonbons. Die er wat goudkleurig uitzien. Dus misschien of dat ze nog in de verpakking zitten of het is een ander soort bonbon. Wat ik heel tof vind is dat hier de vulling langzaam uit begint te lopen. Dus je kunt zien dat het een dunne vulling is. Een karamelvulling wil ik al zeggen, maar dat zal dan de bierkaramelvulling zijn. En hier op de voorgrond zie je een lint, wat hier iets scherpte pakt en wat ondieper is. Je ziet dat maar een heel klein gedeelte van de foto scherp is, alleen deze lijn. En hier is het al onscherp en hier. Dus het diafragma zou heel open hebben gestaan. Eens kijken, als ik hem verder inzoom. Er zit een soort goudspray op de bonbon. En dat zie je heel goed, ook van dichtbij, maar ook als je de foto in zijn geheel bekijkt. In de achtergrond zie je hier een soort lichtbaan. Hoe het gecreëerd is, dat weet ik niet precies, maar het ziet er wel mooi uit, want het creëert wel diepte. Waar ik nieuwsgierig naar ben, is wat eigenlijk die objecten zijn. Het wekt mijn nieuwsgierigheid. En ik ben ook wel benieuwd wat bij een andere scherpte, wat ik dan te zien zou krijgen. Is dit echt een spiegel of is het gewoon een ring waar je dwars doorheen kijkt? En als het een spiegel is, vind ik het ook wel tof om er een bonbon in te zien bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. Maar overal gave foto en mooie kleuren. Het goud en het donker doen het heel goed met elkaar. Ik denk dat het een bierglas is. Ja, nu het zegt, nu zie ik hem. Iedereen ziet het, behalve ik. Als je het eenmaal ziet, dan weet je dat het een bierglas is. Ik herken hem nu. Ik heb ze zelf ook in de kast staan met een gouden randje. Oké, een hele andere foto. Tof. Met gouden kazen. Dat komt wel heel mooi terug. Ik zie hier een tulband met lekker veel vrije ruimte boven de foto.
En de kaasjes die net zijn uitgeblazen, wat een heel tof effect geeft. Ik ben altijd fan van tulbanden op de foto uit zo'n soort vorm, want het geeft heel veel structuur. Dat zie je ook direct, want het licht komt hier van links. En je ziet mooi die donkere delen op elk onderdeel van de tulband. Het glazuur is mooi over de cake heen gedruipt. Wat misschien ook leuk zou zijn, ik zie dat iets onder de cake zit, een soort van papier. Het zou ook wel tof zijn als de cake bijvoorbeeld op een etageren stond, dan kwam die ook gelijk iets hoger in de foto. Want hij staat nu wel heel erg onderaan in de foto. Dus als je geen etageren of tapeplateau hebt, wat ik vaak doe is dat ik een kommetje op de kop zet en daar een bordje bovenop. En daar kan dan die cake weer op. En dan komt hij net iets hoger en dan heb je net wat lucht ook onder de cake. Dus wat lucht in de foto. Maar ik vind het heel tof gedaan en die achtergrondkleur die spreekt me ook heel erg aan. De volgende foto van Christina. Oh kijk, ze houdt wel van zoetigheden fotograferen. We gaan naar de macarons. Groene macarons. Een mooie close-up. En net als bij de foto van de bierbonbon zie ik hier iets in de achtergrond gebeuren waarvan ik niet helemaal weet wat. Maar het geeft wel heel veel diepte. En de diepte wordt ook gecreëerd door de macarons op de voorgrond en de achtergrond. Die allebei onscherp zijn en bewust onscherp zijn. En de toren met de drie macarons die zijn haarscherp zo te zien. Ja, heel tof. Wat ik denk is dat het een soort van het gedroogde bloemen zijn die erachter hangen. Misschien iets nog voor een marmerachtergrond als je hier die lijn zo ziet. Het maakt ook eigenlijk niet uit wat het is, maar ik vind het leuk om zo lang naar een foto te kijken en te raden eigenlijk wat het is. Hier zie je ook iets van marmer in de voorgrond, dus waarschijnlijk loopt die ondergrond door ook naar de achterkant. Het is een toffe foto en de kleuren spreken mij aan. Ik heb nu de drie foto's bekeken van Christina. Allemaal heerlijke zoetigheden met een kleine scherpte diepte. Deze is wat grotere scherpte diepte en ook wat verder af, omdat het een groot product is. Ik vind het heel tof gedaan. Verschillende bijsneden valt me nu ook op. Je hebt hier een vierkant, langwerpige foto en hier ook. Overal een mooi portfolio en ik ben benieuwd naar de rest van de zoetigheden. En eigenlijk ook waar dit voor bedoeld is, of ze het zelf heeft gemaakt of misschien voor een bakker. Het verhaal erachter lijkt me leuk om te horen. We gaan verder naar de foto's van Astrid. Astrid, ook bedankt voor het insturen van jouw foto's. Ik zag ze al voorbij komen op Instagram. Ik zie hier een heerlijke curry. Met die ook mooi opgemaakt is door er nog extra kokosmelk in te gieten. Wat peterselie, kruiden. En de gele doek, linnendoek denk ik, die erbij ligt. Die geeft ook mooi weer die kleur, die laat die kleur terugkomen in de kom. Dat is wel tof om te zien. En die ondergrond, die lijkt me ook helemaal in stijl met het gerecht. Ik weet niet uit welk land het gerecht komt, maar de ondergrond lijkt me er heel mooi bij passen. Ik zie hier gele courgette liggen. Dus dat vind ik leuke informatie. Dus ik weet dat de gele courgette in de soep zit. Er zit kurkuma in de soep, verse kurkuma. En de gouden lepel past ook mooi bij deze setting, evenals de kom en het bordje eronder. Dat creëert wat diepte. En je ziet dat Astrid gebruik heeft gemaakt van een bordje en nog een extra serveerplank, wat ook weer die diepte geeft. Wat ik heel leuk vind aan de foto is dat de kom niet precies in het midden is, maar aan de rechterkant van de foto. Waar ik benieuwd naar was geweest is hoe het zou ogen als de camera ietsjes hoger stond. Dus dat er hier bovenaan iets meer ruimte zou zijn. Dus dan lijkt het me nog lekkerder ogen. Maar hou vooral de kom mooi aan de rechterkant. Dat vind ik leuk om te zien. En wat ik ook mooi vind is dat het niet allemaal te netjes is. En in de zin van het gerecht opgemaakt. En dat hier nog wat zout ligt. Je ziet hier de peper, je ziet hier een plukje peterselie, nog een plukje. Dus dat vind ik tof om te zien. De foto is, er komt heel veel geel terug in de foto. Dat vind ik heel mooi. Wat me opvalt is dat de foto zelf ook aan de warme kant is.
Dus ik ben benieuwd hoe die eruit zou zien als de witbalans iets meer naar de blauwe, koelere kant zou gaan. Maar overal een hele toffe foto van een, denk ik, heel lekker gerecht. Ik ben gek op curry's. Tweede foto van Astrid. Dat is een cocktail met een passievrucht erin en een mooie schuimlaag. Ik zie hier, oh, wat zie ik daar? Dat, volgens mij is het een lingerie setje. Ik weet toevallig, deze cocktail, dit is volgens mij de Pornstar Martinis. Dus ze heeft een bepaald gevoel willen meegeven aan de foto. Dat heeft ze heel mooi gedaan en vooral ook omdat ze voor de donkere setting heeft gekozen. Dus als je deze in het felle licht zet, dan komt het effect anders over dan nu. Ik zie op het glas een paar weerschitteringen. Dus ik weet niet precies waar het licht vandaan is gekomen. Ja, ik zie hier een straal licht. Wat mij mooi had geleken is dat hier bovenop de cocktail ook licht zou zijn. Dus dat de witte laag van het schuim, dat nog meer spreekt. En dat ook de passievrucht bovenin de cocktail nog meer opvalt. Dat je hier verschillende lichtpuntjes ziet, dat kan erop wijzen dat er meerdere ramen in de ruimte zijn. Dus dat het licht van verschillende kanten komt. Of dat er meerdere lampen op het plafond hingen die dan weerkaatsen in het glas. Met een studiolamp of een daglichtlamp of... Door gewoon alle ramen dicht te doen en één raam open te laten, creëer je het effect dat er aan één kant licht binnenkomt. En dat je een mooie frisse blik hebt op de cocktail, zonder dat je afgeleid wordt door schitteringen. Maar overal, hij ziet er heel mooi uit. Het glas is mooi gekozen, de cocktail is goed gemaakt, denk ik. lijkt me goed. En ik vind het ook leuk dat hieronder ook nog een passievrucht zit en dat ze hem heeft aangekleed. En hier zie je de derde inzending van Astrid, die denk ik hoort bij de soep. Ik vind het een mooie close-up, weer een andere stijl. De ene keer fotografeer je het gerecht en nu heb je de echte ingrediënten. Dat is leuk om te combineren als je bijvoorbeeld een blogpost maakt of een artikel voor in een magazine. Dan is het ook heel fijn om van dit soort foto's te hebben met alleen de ingrediënten. Het ligt op een soort van karton wat een structuur geeft aan de foto. Niet per se contrast, want het is bijna dezelfde kleur als de courgette. Dus ik ben wel benieuwd wat een contrasterende kleur gedaan zou hebben met de courgette. Als je de courgette net even onder de kraan houdt, dus als je ze wast, dan zien ze er extra fris uit en heb je echt die waterdruppels wat weer voor een extra effect en structuur zorgt. Maar overal, ja, ik kan niet heel veel zeggen over de courgette, want het ziet er gewoon goed uit. De foto is wat aan de warme kant, net als de curryfoto. Dus daar kan bewust voor zijn gekozen. Het is in elk geval heel mooi in één lijn met elkaar. Dus het mooi naast elkaar te gebruiken. Dus als we teruggaan naar de foto's van Astrid. Ik zal even direct naar de curryfoto gaan. Dan zie je dat die heel mooi past bij de foto van de courgettes. En die van de martini. Dat is een drankje die hoort niet bij die andere twee foto's. Die horen echt bij elkaar. Maar je ziet wel dat er een mooie donkere stijl is neergezet. En wat ook wel kenmerkend is aan de andere foto's. Dus bedankt Astrid voor je inzending. Mooi gedaan. Ik heb zojuist 3 portfolio's mogen reviewen. Dank jullie wel voor jullie inzendingen. Ik vond het heel tof om te doen. Wil je nou ook dat jouw foto wordt beoordeeld door een professioneel fotograaf? Gebruik dan de hashtag. En wie weet zien we jouw inzending verschijnen. Dankjewel.